Slump Catering en Events uit Band is hard getroffen door de coronacrisis. Al snel na de intelligente lockdown spraken we hier met Henk Slump van het bedrijf. Die was toen in april druk bezig zijn personeel te detacheren en met de aanvragen van de steunmaatregelen. Ja, Henk, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie waren dus hard getroffen, hè, door de coronacrisis. Ja, vanaf het begin gelijk al. En ik denk dat ik tot en met nu zo'n 80% omzet heb ingeleverd. Dus dat is wel serieus veel. Oei. Ja, je zit nog wel in een kantoor op dit moment. Dat betekent dat je in bedrijf bent. Ja, we zijn er nog steeds. En het is ook de doelstelling overleven. Dus we hebben gelukkig heel veel mensen kunnen detacheren. Ik denk dat ik op dit moment zo'n 500-600 uur per week van al mijn medewerkers heb ondergebracht bij andere bedrijven. En het varieert van processierups bestrijden tot op een wietbed bij een bioboer, tot in de staal of in een koelhuis op een heftruck. En nou ja, je kan het zo gek niet bedenken, of we pakken het aan. En daarmee probeer ik zoveel mogelijk mensen toch ergens nog onder te brengen. Ja, dat is toch een beetje gek. Had je natuurlijk ook nooit gedacht dat je als een soort uitzendbureau te werk moest gaan? Nee. Dat denk je eerst niet aan. Maar ja, het is een oplossing, omdat je uiteindelijk hoop je allemaal weer je eigen werk te gaan doen. En voor de time being probeer je dat op deze manier te overleven. En natuurlijk ook met de hulpmaatregelen die er zijn. Dat heb ik jullie toen ook verteld. Ja, daar moet ik en daar wil ik graag gebruik van maken, want dat heb ik ook nodig. Ja, welke heb je bijvoorbeeld goed kunnen gebruiken? Nou, we zijn begonnen met die NOW1-regeling. En de nieuwe, de NOW2, die kunnen we geloof ik begin volgende week aanvragen. Dus dat gaan we ook zeker doen. Daarnaast heb je, iedereen heeft zeg maar, je kon een bedrag kreeg je. Dat is niet heel veel, tenminste voor een groot bedrijf met 40 man personeel. Was dat niet zoveel. Was dat die 4.000 euro? Ja, dat is die 4.000 euro. Alle kleine beetjes helpen. Voor mij heel belangrijk is die NOW-regeling. En om heel eerlijk te zijn, had ik daar graag wat meer van willen zien. Omdat dat is natuurlijk nog lang niet genoeg voor wat het allemaal kost. Maar goed, ik ben wel heel blij dat het wel bestaat. Dat we er wel gebruik van mogen maken. Ja, je krijgt dan een deel van de arbeid, of de loonkosten krijg je terug. Ik begreep wel dat in de nieuwe regeling dat je toch iets meer tegemoet gekomen wordt, toch? Ja, dat zou ik ook. Dat hoop ik ook dat dat gaat gebeuren. Want het was toen werd er gezegd, het is 90%. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan kom je zo een beetje rond de 60-65% uit. Dus ja, je teert dan wel heel hard in. En dan kun je ondertussen ook nog, we hebben afspraken met de belasting en met de bank, zodat je bepaalde kosten niet hoeft te betalen, of noem het maar uitstel van betaling. Ja, er komt een keer de rekening komt een keer en dan komt het wel hard op je af. Ja, slaap je er nog goed van? Ja, dat is heel gek. Het is wisselend, maar weet je, je doet je best. Je kunt hier ook niks aan doen. Dus het is. Het is heel gek, normaal rond deze tijd. Ja, ik heb verschillende. Ik ben iets drukker dan de gemiddelde Nederlander, zeg ik wel eens. Dus 80 uur in de week of 90 uur. Het is voor ons, het is in deze business is het gebruikelijk als je ondernemer bent. En nu is het een stuk rustiger. En ja, het is soms heel gek, dat bevalt dan ook wel weer even. Dus, het is ook wel eens lekker een keer op de fiets en wat andere dingen doen. Maar ik mis wel die reuring en het ritme en de structuur. En dat merk ik ook bij mijn medewerkers. Dus we willen heel graag weer ons eigen werk oppakken, maar en aan de andere kant is het ook overmacht. Je kunt ook hier gewoon niks aan doen. Ja, nou heb je het bedrijf Slump Catering en Events. Daar kon je niks mee, maar toen zijn jullie creatief gaan denken, hè? Of je toch een andere kant eventueel op kon. Ja. Kijk, de core business blijft natuurlijk die cateringtak, maar we hebben gekeken naar, we hebben toen iets bedacht met een drive-in bioscoop. Nou, daar kregen we geen vergunning voor. We hebben ons wat meer gericht op maaltijden bij bedrijven, maar dat deden we ook al. Alleen we hebben het nu wat uitgebreid. Dus het is iets meer dan normaal. We hebben ook ons gericht op het bezorgen van koeltasjes voor barbecues of bij aannemers. En dat noemen we het bouw je eigen burger. En dan gaan we bij al die medewerkers langs met een koeltas met alle ingrediënten voor dat ze hun eigen hamburger kunnen bakken. Nou, dat is heel leuk voor de vrijdagmiddag. Op dit moment zijn we heel druk met het uitdelen van ijsjes. Ik denk dat we een 1200 medewerkers van heel veel bedrijven erg blij maken rond deze dagen met lekkere ijsjes. En dan komen we met zo'n ouderwets ijskoelkarretje het erg op rijden.
En dat wordt zeer gewaardeerd. Dus op die manier probeer je gewoon ook nog steeds de leuke dingen te doen. Maar dat zijn allemaal dingen die, ik moet zeggen, het is een beetje inherent aan het werk wat we altijd al gedaan hebben. Ja, nou nog een paar dagen. Vanaf 1 juli mag er weer veel meer, gelukkig. Hoe blij ben je daarmee? Ja, daar ben ik wel blij mee. Ze hebben de regeling versoepeld. Want eerst zou het tot maximaal 100 mensen. Nou, dat is voor ons als cateraar nog best wel weinig. Maar nu mag dat uitgebreid worden. Lastig is wel dat je nog met die 1,5 meter afstand zit. Dus ik verwacht dat de particuliere feesten, dat zien we nu ook al een beetje. Dat zagen we al, dat bruiloften en zo, dat gaat allemaal alweer. Dat gaat alweer. Hè. Volgende week heb ik er weer 4 hè, vanaf 1 juli bij ons restaurant Pier 16. En wat particuliere feesten bij mensen achter in de tuin. Bedrijfsfeesten beginnen langzaam een beetje, die aanvragen komen. Maar de grotere evenementen, zoals Glamour en ons Oktoberfest of het Piepenfestival, ja, dat is voor dit jaar allemaal voorbij. Ja. Als je nou zo terugkijkt, hè, beschouwend, wat vind je nou van het beleid met de kennis van nu? Gelukkig zit ik niet op die stoel. Hier in deze omgeving hadden wij weinig te maken met corona. In mijn privéomgeving ook. Dus dan word je op een gegeven moment ook wel een beetje opstandig. Dat je denkt, joh, waarom mogen wij niet gewoon weer aan het werk? Aan de andere kant lees je op de krant en zie je wat er gebeurt in de wereld. Ik ben blij dat we wat dat betreft in Nederland wonen en dat we die hulp krijgen. Soms zijn de regelingen wat tegenstrijdig. Dat is ook zo. Bij de een mag het wel, bij de ander mag het niet. Is ook wel lastig om het voor 1,17 miljoen mensen in één keer goed te doen. Maar ik hoop dat we dat het achteraf toch meevalt. Dat als het nu zo wat doortrekt en dat we misschien tussen nu en een maand de vrijheid hebben om weer gewoon ons eigen het normale leven weer op te pakken. Maar dan bedoel ik het normale leven van voor corona. Dat zou ik wel heel erg op prijs stellen. Ja, ik hoop met je mee. En ik geloof dat 17 miljoen mensen met je mee hopen op die manier. Ja. Dankjewel dat je even tijd voor ons hebt willen vrijmaken. Henk Slump van Slump Catering en Events uit Band. En hopelijk zijn de werkzaamheden binnenkort weer heel snel normaal.